Beste 12-jarigen, beste ouders, van harte welkom in de St. Paulusschool Campus Sint-Jan Bergmans. Samen met het college Hemelvaart, het VTI, de Campus Vives uit Waregem en Sint-Vicentius uit Anzehem vormen wij dus de St. Paulusschool. Wat betekent dit concreet? Als St. Paulus School hebben we samen een structuurplan uitgewerkt voor de toekomst, waarbij een brede keuze mogelijk is op elke campus dicht bij huis voor elke leerling. Specifieke richtingen worden aangeboden in de scholen die daar het meest ervaring mee hebben. We werken nauw samen op beleids- en op pedagogisch vlak. Het directiecomité overlegt twee wekelijks. Vanuit een gemeenschappelijke visie dus, namelijk warm hart, frisse kijk, open geest. Tegelijk benadrukken we de sterktes en de eigen traditie van elke campus. Een groot voordeel daarbij is de goede leerlingenoriëntering. Dankzij onze samenwerking kennen we de richtingen in de collegascholen en kunnen we dus de leerlingen oriënteren naar de richting die het best aanleunt bij hun talent. De stap naar het eerste middelbaar is een belangrijke stap. Als ouders, en ook jij als 12-jarige, jullie willen zeker zijn dat jullie een goede keuze maken. Daarom vinden we het toch wel belangrijk om even stil te staan bij onze visie op onderwijs. Jullie kennen ongetwijfeld allemaal het verhaal van Mowgli, opgevoed door de dieren in het oerwoud. Oh, that does it. I've had it, man cub. From now on your own. Alone. Don't worry about me. Mowgli werd opgevoed door de dieren en kreeg heel veel goede raad mee. Op een bepaald moment moet hij echter naar de grote mensenwereld. De goede raad van de dieren, daar wil hij niet naar luisteren. You're on your own now. Ja, maar voor Mowgli is dat geen probleem. Ik trek mijn plan wel. Waarom gebruiken we dit beeld om onze visie toe te lichten? Het beeld van Mowgli is ongetwijfeld herkenbaar. Als ouders voeden we onze kinderen op. We zorgen ervoor dat ze een brede rugzak hebben om klaar te zijn om de stap te zetten naar die grote mensenwereld. Met een bang hart laten we hen stap voor stap los. We stellen ons vragen over wat hen te wachten staat. We willen ervoor zorgen dat ze een goed gevulde rugzak hebben om hun plan te kunnen trekken in die grote mensenwereld. Een rugzak niet alleen gevuld met kennis, met leerstof, maar ook met levenswijsheid. En het beeld van ik trek mijn plan wel is zeker en vast ook herkenbaar indien uw zoon of dochter al een beetje begint te puberen. Aan die leeftijd geven we hen goed bedoelde, goede raad. En toch denken ze van wij kunnen het wel aan. En net daar hebben wij als leerkrachten, als school, samen met jullie als ouders, een heel belangrijke taak. Het beeld dat wij gebruiken voor onze visie is een boom, zoals u op de achtergrond kan zien. Waarom een boom? Onze jongeren groeien. Ze groeien letterlijk, maar ze groeien op heel veel vlakken. In onze school mogen jongeren groeien. In een warm nest. Ze mogen groeien in betrokkenheid. Een goede klassfeer zorgt ervoor dat ze zich verbonden weten met onze school. De hoofdzaak blijft uiteraard groeien in leren leren. We willen elke jongere uitdagen om zijn of haar talent te ontdekken en zo kennis, vaardigheden en inzichten te verwerven.
Maar daarnaast is het ook belangrijk dat ze groeien en leren leven. Dat ze vertrouwen hebben in zichzelf. Dat ze een positieve, maar ook kritische kijk krijgen op de wereld. En dit binnen de grenzen vastgelegd door het schoolreglement, de leefregels en onze maatschappij. Jongeren moeten ook heel dikwijls keuzes maken. Keuzes op professioneel vlak, studiekeuze, maar ook op persoonlijk vlak. Zo denken we bijvoorbeeld aan kiezen tegen drugs, kiezen voor solidariteit, kiezen voor verantwoordelijkheid. Dit zijn dingen die we hen willen helpen ontdekken met onze leefdagen. Ze groeien dus op velerlei vlak en dit in een warme school. Een school waar we veel aandacht hebben voor elkaar en waar respect evident is. School maken doen wij samen. Samen met onze leerlingen, samen met jullie als ouders en samen met ons leerkrachtenteam. Tegelijk zijn we een school sterk in zorg op maat van elke jongere. Maar hierover kan u in het filmpje over zorg meer uitleg horen van onze begeleiders van de CEL-leerlingenbegeleiders. Een belangrijke troef van onze middenschool is het feit dat de leerlingen van het eerste en tweede jaar in een apart gebouw les volgen. Zij volgen namelijk les in de Leopoldstraat, terwijl de leerlingen van het derde tot en met het zesde jaar een beetje verder in de straat, in de Kasteelstraat, hun klaslokalen hebben. Dit zorgt ervoor dat er eigenlijk een heel aparte sfeer is in de middenschool. Iedereen kent elkaar, het is kleinschalig en dit geeft heel veel vertrouwen. Dit zorgt er ook voor dat voor veel leerlingen de stap van het zesde leerjaar naar het eerste middelbaar toch niet zo heel groot is. En ze worden ook heel goed opgevangen door de leerkrachten in de middenschool. Ze worden stap voor stap begeleid naar meer zelfstandigheid voor het moment waarop ze dan de overstap maken naar het college. De middenschool wil ook een school zijn dicht bij huis. Voor wie in Avelgem woont, is dat uiteraard evident, maar ook wie iets verder af woont, die kan heel gemakkelijk de school bereiken via veilige fietsroutes en uiteraard ook dankzij de lijn. Met meer vragen rond de busverbindingen kan u altijd terecht bij onze mevrouw Deelmulle van het secretariaat van de middenschool.